schuift het? Valt er hier nog wat te halen? Ja, wat schuift het? Brengt het ook nog wat op? Wat schuift het? Ik heb de balen van betalen. Ja, wat schuift het? Ik heb genoeg aan mijn kop. We helpen je het liefste nog meteen vandaag. Maar stel hem altijd weer precies dezelfde vraag. Wat schuift het vandaag? Be cool nou, Humphrey. Wat ben je toch wel trouw om tegenover de blanke man. We hebben Suriname toch ook weer eerlijk teruggegeven? Nee, daar bel ik juist voor om het weer goed te maken. Wat dacht jij van een echte minkbontjas? Voor mijn 250 gulden. En voor jou voor 200. Ja, natuurlijk is hij echt. Ja, goedkoop ja. Maar dat komt omdat het Ethiopische mink is. Parallel import via de ambassade. Nee. Het enige verschil is de kleur. Robbie. Die kleur van die minkjas in de garage, hoe noem je die kleur? Siepers. Robbie zegt siepers, zeg maar grijs. En lichtgrijze strepen met zwart en wit. Ja, en een vlooienbandje. Mink blijft mink, Humphrey boy. En met zo'n jas maak jij het helemaal bij je buitenvrouwen. Nee, dat zijn dus 9 relatiegeschenken... plus 1 voor je eigen missies. Doe ik die 10 minkjes voor jou voor 1000 piek. Ik kom me vanavond even laten zien. Hey, Humphrey, je hebt toch geen hond, hè? Nee, maar die kunnen niet zo goed tegen die Ethiopische minklucht. Nee, ze stinken niet. Maar wat die beesten niet kennen, daar gaan ze van blaffen. Oké, Humphrey boy, dan niet. Jammer voor jou. You win some and you lose some, weet je wel. Niks aan de hand daar. Is er iets? Hoezo? Kon niet beter. Het leven is een feest, Robbie. Bingo en kassa. Volgend jaar om deze tijd zijn we miljonair. Ja. Nou, hop, move naar de markt. Binnen een half uurtje zijn we los. Sell en go! Ga al. Heb jij gisteren verloren? Of heb je verloren? Verloren. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Poker, backgammon, blackjack. Poker. Dimmen met dat gokken, Steven. Je zou niet de eerste zijn die er aan de ander doorgaat. Nee, dat klopt. De eerste hier, dat was jij. Nee. Ken je die Rudy? Die tweedehands auto jongen uit Noord? Het lijkt wel of hij door je kaarten heen kan kijken. Wint altijd die Rudy en altijd voor grof geld. Had hij de kaarten gemerkt? Nee, we zijn toch vrienden? Nee, als ik dat merk, dan weet hij dat ik een gas in zijn gezicht duw. Ken jij kiet of dubbel? Dat helpt niet bij die Rudy. En kop of munt, ken je dat? Hier, die valt altijd op kop. Kijk. Willemien, andere kant, ook Willemien. Willemien? Onze koningin. Heb ik in 1948 gekregen in de buurt van Surabaya. Ja, ik zal het mijn leven lang niet vergeten. Ik herinner het me als de dag van gisteren. De ploppers, die waren overal om ons heen. En in ene komt Arie, mijn maat. Die komt op me af en die zegt... Hier, Arsman, alsjeblieft, voor jou, dat je nog eens aan me denkt. En weg was die. Dood? Wie? Arie. Oh, die? Nee, die heeft nou een bruin winkeltje in Bunschoten. Ik kan er niet bij, hoor. Is kwaliteit shampoo ineens uit de mode of zo? Ik dacht, ze lopen ons onder de voet. Ja. 5 gulden voor een riante bos haar die naar Hollywood ruikt. Ja. Go and wash, ik teken ervoor. Hoeveel zijn we er nou kwijtgeraakt? Nul. Ik zag jou er eentje verkopen anders. Waar is dat geld? Dat heb ik teruggegeven aan die vrouw. Flesje was gelekt in de tas, zei ze.
En opeens vielen de gaten erin. In die tas, zei ze. Hey, Tommy. Gaat ie lekker? Robby. Huh? Hey, Stef, ouwe taaien. Heb je lekker gewerkt? Werk. Niks werk meer aan boven. Ik zeg jou, Stef, het is drinken of pokeren, maar nooit allebei. 1200 piek verloren hij daar. Is jouw als getuige poker nog beter? Hey, Joyce, Poppy! 1200 gulden verloren. Ik zit even in een dalletje. Of het is mijn slechte horoscoop of mijn bioritme, weet ik veel. Geloof jij die onzin? Gewoon geen talent voor poker, jij. En wat weet jij er nou van? Ga maar buiten spelen. Je hebt laatst nog 300 gulden van je gewonnen weer pim pam petten. Hoeveel heb je echt verloren, Stef? Heb je zakdoek bij je? Ik zeg het ook niet hoeveel. Je zou acute zenuwen krijgen. Zwemmen ze onder je oksels, binnenplassen. Maar laat ik het positief stellen. Ik heb er nog 100 over. Oh, dus we kunnen toch nog wat eten vanavond? Nee, speelgeld. Ik ga vanavond voor mijn laatste kans. Ja, je wilt niet, maar je moet. Vanavond weer pokeren. Ja, om 8:30 bij ons thuis. Hello, boys. Hey, Rudy. Hey, Stef. Ik dacht, jij hangt vast wel ergens aan de boom. Ik? Never, nooit niet. Vanmorgen op de markt alweer voor 500 gulden ambachtelijke Hollywood shampoo weggezet. Maar leuk idee. Zo? Jongens, wat drinken? Nee hoor, ik heb nog. Geef mij maar een heel gewoon cognacje hoor. Geen VSOP, anders is meneer hier al blut voordat we gaan pokeren. Joyce, doe die bluffer hier een dubbele VSOP en geef mij een dubbele Chivas met Pepsi. En van mij een dubbele Quarto met tonic. En Robbie hier een kleintje pils. En hem zelf ook wat. En de rest is voor het rampenfonds. En, nog iets verkocht vandaag, Rudy? Nou, voor het Sierraatje uit 87 heb ik niet meer voor kunnen maken dan 5000 piek. Nou ja, dat is nauwelijks genoeg om een zwembad een week van te kunnen verwarmen. Ja. Nou, het is wat, hè, met die inflatie. Ja. Ja, dus ik zeg tegen Marleen, je kent Marleen. Ja, nou, wie kent Marleen niet, hou op. Dus ik zeg tegen Marleen... Ik zeg tegen Marleen, het is maar goed dat die Stef een paar ruggen bij mij had moeten inleveren bij dat pokeren. Anders was dat Aruba nooit doorgegaan. Op vakantie? Nee. Huismaker. Huisje gekocht op Aruba. Nou, bel die makelaar maar. Want het huisje kan je vanavond weer bij me inleveren. Fijne vent. Ik bed om een geeltje dat de volgende klant een biertje bestelt. Nou, daar ben ik genoodzaakt om te zeggen dat het een frisdrankje wordt. Ze moesten jou onder curatele stellen, weet je dat? Ik heb hem al gezien. Kijk nou eens wat er binnenkomt. Als die geen bier bestelt, ben ik een blondje. Hallo, schat. Glaasje water zoals gewoonlijk. Alsjeblieft. Water is fris. Lekker fris. Blijf oefenen, vriend. Tot vanavond. Hier blijven. Nou weer. Kiet of dubbel, kop of munt? Voor een gokkie kan je mij altijd bellen. Ik zeg kop. Nee, kop heb ik al. Nee, jij vraagt. Ik zeg kop. Kan jij vijf betalen, mondje? Zo, kan ik dan eindelijk weggaan? Hey, tot vanavond. Ik ga een ander sterrenbeeld aanvragen. Niet eens meer geld om te pokeren vanavond. Mooi. Wat een mooi! Nou, je hebt er al een paar duizend verloren. Dat hoor ik toch net? Wat moet ik dan zeggen? Gaan we lekker pokeren, Stef? Geef niks, jongen. Robby neemt er wel een extra krantenwijkje bij. We verkopen opa in de Fifi-sectie. Heb ik al geprobeerd. Maakt het uit. Don't worry, be happy. Het kan allemaal veel erger, jongen. Ja, ja, we boffen weer, hè. Juist, dat bedoel ik. Maak jij nou maar vooral geen zorgen, ja? Bel Rudy nou en zeg dat het pokeren niet doorgaat vanavond. Luister, Robby. Op de dag dat onze vader zijn biezen pakte, ma was koud begraven. Jij lag boerend in je wiegje met je ziekenfondsbrilletje. Eén pleister op het linkerglas, want je had een laai oog. Later op je hele lichaam overgeslagen, die laaiheid. Maar dan konden wij het helpen. Waar is hij gebleven? Bij de dag dat onze vader... Ik zie opa
nog in zo'n leunstoel zitten, wachtend op de uitvinding van de kleurentelevisie. Ik kom thuis en pa is pleiten. En alles is weg. Mijn krijtler, jouw spaarvarken, opa's zilveren trouwbestek, alles. Er was niet eens een gulden om een half wit te kopen, Robbie. Ik was pas 16 geworden. Die krijtler. Ja, diezelfde dag van pa. Een verjaardag gekregen. Klootzak. Oppassen, je hebt het wel over mijn vader, hè? Het is toch ook mijn vader? Ja, maar jij moet het niet over beginnen. Waar was ik nou gebleven? Ja, het is al goed. En daarom ga ik vanavond wel pokeren. Omdat ik niet wegloop als het even tegen zit. Omdat ik wel karakter heb. Omdat ik wel A zeg. Als ik A zeg, dan zeg ik ook B. B. En als ik B zeg, dan zeg ik C. En als ik C zeg, dan zeg ik... Dat zeg ik. Juist. Deze. Daarom gaat Rudy vanavond op zijn blote knieën om genade spreken. Als ik de A's, A's, A's in zijn gezicht smijt. Dan man. Ja. Een woord, een woord. Ja, we pakken hem terug. Yeah, go, go, go. Hou voor je step. Ah, oh, in terecht. Nou, wat doen we? Wat? Leen je me dat geld of niet? Al had ik een paar miljoen, krijg je van mij nog geen stuiver. Ik vraag niet naar je mening, ik vraag ja of nee. Als ik dat geld kwijt wil en ik wil het wegsmijten, dan doe ik dat zelf wel. Ik jou niet bij nodig. Opa, het gaat lukken. Nou. Ik heb het ergste nou gehad. Ja. Wat mij is overkomen, ik weet dat een oude zatlap bier gaat bestellen. Oh. En ik verlies. Ik heb 3 keer dubbel bar op de fruitautomaat staan en de stroom valt uit. Het kan nu alleen nog maar beter worden. Geef het geld nou. Waarom denk jij eigenlijk dat ik geld heb? Noem jij je nou weetje geld? Je hebt je godganse leven de sociale voorzieningen al geplunderd. Wij tellen dubbel hoor, Robbie en ik, voor de kinderbijslag. We hebben nog nooit een cent gezien. En wie betaalt er meer dan 30 jaar de huur? Oude lul. Huh? Leen me dan nou 200. Morgen dubbel terug. Hé. Hey. Nee. Toen je wint het een had. Wat heb ik toen voor je gekocht? Ja, een elektrische deken. Ja. Leen me die 200 en ik laat er ook een sticker aan maken. Nou ja, goed dan. Maar wel dubbel terug, hè. Weg. Hé, ho. Het bankgeheim is mij heilig. Ik wacht hier achter de streep. Ja, dat is een geraai. Feitelijk zit er niks in, hoor. Ik draag hem alleen vanwege mijn leasebreuk. Ja. Toen je niersteen had, stonden er alleen maar guldens op je röntgenfoto. Je wist. En dubbel terug, hè? Tuurlijk. Rudy en Rambo zijn er. Just be cool, Robbie. Geen paniek en we hebben ze. Ik zeg goed evening samen. Goedenavond. Hey, hallo. Robbie, doe jij een drankje voor iedereen? Ja. Wonen jullie hier echt? Ja, eigen ontwerp. Scheelt weer een architect. Zeg, was jullie huis laatst niet op de tv? Hoezo? Ach nee, dat was Albanië. Maar het leek precies. Moet ik nog de groeten van Marleen hebben? Van mijn vrouw? Nee. Nou, dit is dan voor het eerst. Zeg, wat gaan wij doen? Babbelen of spelen? Wat dacht je? Ga zitten. Pak even een zakdoek. Fijne vent. Zo, jongens. Kijk. Een gloednieuw pak kaarten. Voor een fris begin. Nergens voor nodig. Ik heb ook nieuwe kaarten bij me. Nee, we nemen de mijne. Dat scheelt jou weer de slijtage. Ben gek. Neem toch de mijne. Nee, de mijne. Stef is gast hier. Dat zeg ik. Ik ben gast. Nemen we de mijne. Maar anders tossen we toch gewoon? Ja. Ja. We tossen. Kop. Hè? Ik zeg kop. Dat zei je vanmiddag ook al. Ja, jij vraagt, ik zeg kop.
Jouw kaarten. Tja, aan de slag, vrienden. Hé, hey, waar blijft de rest, Stef? Robbie is de bank. Die bewaart de rest. Van het statiegeld. En ik heb er nog één voor straks. Jouw beurt, Rambo. Nou, ik ben weg. Eén heer, één dame en een transseksueel. Hopeloos. Het duel der giganten. Jij doet een geeltje. Daar doe ik een geeltje bovenop. En dat is 50, alleen om mee te blijven doen. Ik heb alleen nog maar 50. Goed. 50 erbij. Ik wil ze zien. Straatje Harten. 7, 8, 9, 10 en een boerenlul. Holy Christ. Ik zit weer met twee lullige paardjes. 2 zevens, 2 negen. Shit! Blijf oefenen, Stef. Nou, dat was het denk ik wel, hè. Ik vind het jammer, ik begon er net in te komen. Hij heeft er een paar in zijn mouw zitten. Ik zweer het. Huh? Kaarten! Hij steekt ze erin, die Houdini. Blijf oefenen, Stef. Blijven zitten. We gaan nou voor het echie. Ik zet 5.000 in. En dit is mijn onderpand, spaarbankboekie. Jij hebt klasse, weet je dat? Kom maar op. Waar komt dat ineens vandaan? Gaat de speaker blinden? Hey. Hoe kom jij opeens in een spaarrekening? Terwijl opa en ik al een week lang wonderstampot eten. Dit is niet voor eten. Dit is voor leven en dood. Dit is wat Ma voor ons gespaard heeft. Voor die ene keer dat het erom zou gaan. Maar dit gaat helemaal nergens over. Alleen over poker. Leven en dood. Dat zeg ik. De dood of de gladiolen. Laatste ronde. Maar dan wel met een onbeperkte inzet. Dat wilde ik net voorstellen. No limit. Deal. Deal. Valt het tegen, Stef? Top of the bill. Kon niet weten. Zet maar in. Dat zet ik in om te beginnen 1000 piek om het leuk te houden. 1000? Ik zou het niet doen, Rudy. Hek hem op, Stef. Pak hem. Zeg, zeg, zeg. Wie niet meedoet, houdt zijn grote muil. Opzouten, loser. Je bluft. 1000. En nog 1000 erop. 2000. Dat doe ik. 2000 bij. Je bluft. Oh ja? Kaarten open op tafel dan? Je bluft. Kijk dan in die ogen. Je liegt alsof het gedrukt staat. Voor 4000 mag jij zien wat ik heb. Jij gaat geen 4000 gulden betalen om 5 kaarten te mogen zien. 4000 gulden. 4000 gulden, daar kun je 2 Filipijnse au pair meisjes voor krijgen. Hij bluft. Ik weet het. Ik doe daar 2000 bovenop. En ik vraag mijn opponent
Zien. Heb je haast? Dat doe ik. 1, 2, 3. 4.000 bovenop. 8.000. Voor 8.000 mag jij ze zien. Dat kan niet. Ik heb maar 5.000 van de zilvervloot, dat zit. Ja, wat wil je nou met de grote mensen meedoen of gaat je liever ganzen borden? Neerleggen, klaar, Hebbert. Daar liggen de laatste spaarcenten van hun overleden moeder. En nou zijn ze op. Gecondoleerd, 8.000 of opzouten. Voel je de hitte? Opa. Rambo. Ik zit er ook door, Stef. Robby, laat maar zitten. Oké. Okay. Je bent een echte vriend, goud. Rambo's wagen. Oud roest, ik heb hem die wagen zelf verkocht. Rambo's wagen, mijn juwelen, de cd-speler... En de tv's. Dat is nog geen 8.000. Mijn juwelen, Rambo's wagen en alles wat er in huis is. Hé, hey, hallo. De ijskast, inclusief ja. Bier. Ja. De bedden. Ja. Het gasfornuis. Ja. Magnetron. Ja. Alle kleren. Ja. En Robby's home trainer. Ja. Zeg, wat ben je in godsnaam mee bezig? Hij bluft, het is binnen. Laat hem alleen nog even zweten. Dus alles wat er hier in huis is en dat... is bij elkaar wel 8.000. Oké, okay, deal. Goed. Maar nou wil ik ze zien, hè? Ja, 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 ja. Kom. Ik wil ze zien. Mijn heren. Ik heb een paar heren. Een paar of een paar? Unos. Dos. Y tres. Y cuatro. Tutti. Vier. Hé, hey, waar heb jij zo goed leren tellen? Ik dacht dat je blufte. Nee, aasmannetje. Weten is hebben. Ik dacht dat hij blufte. Debiel ben je. Wat had jij dan, Stef? Ach, niks. Je oude moer en god alles verkwansel je voor niks. Ik dacht dat hij blufte. Jij moet niet denken, jij kan niet denken, dat denk je maar. Zeg, Tommy, kun je me even een lift naar huis geven? Ja, we zetten hier al even af voor we het kanaal inrijden. Stuur morgen wel even een mannetje om de spullen op te halen. Ja, jongens, het spijt me, het doet mij ook pijn in mijn hart. Maar ja, wat gaan we doen? Even innen. Mijn geld. Als je dat niet tegen kan, dan is dat jouw zaak. Nee, ouwe pik. Nee, de regels zijn... eerst alle kaarten zien en dan pas incasseren. Stef, kom op nou, wat kan jou die kaarten nou nog schelen? Nee. Laat meneertje hier zijn plezier maar even hebben. Laat me zien. Ik heb... een paar azen. Dan. Hé, hey. En ik heb nog een paar azen. Nee. Krijg nou wat. 4 azen. Oh, wat leuk. Jij kan ook tellen. Handig, hè? 4 azen. Ik geloof dit bijna niet. 4 azen. 4 azen. 4 fucking azen. Klas. Opa. Ja. Steffen, je had het nog wel eens niets te versieren. Als het moet. Ja, de zilvervloot. Op de grond. De zilvervloot. Aai,
Dat heb jij heel knap gespeeld, vriend. Mijn complimenten. Maar hoe kwam jij ineens aan die vier azen, Smille? Die werden mij, als het ware, in de schoot geworpen. Net als jouw vier heren. Matenaaier. Hoezo? Ik heb gedeeld. En ik heb je mijn twee heren gegeven. Doorspelen, Stef, doorspelen. Nu kan je hem hebben. Je moet het noodlot niet tarten. Noodlot. Jouw bioritme en je sterrenbeeld zijn nog nooit zo goed geweest, man. Geloof je die onzin? Talent, dat is het. Rudy! Ja, wat moet je? Omdat ik een goed mens ben, kop of munt voor 2000, doe ik voor jou. Oh nee, ik heb al twee keer van je gewonnen met kop of munt. Dus statistisch gezien verlies ik dat de derde keer. Nou, dan speel je toch met Robbie. Die is statistisch gezien nog clean. Absoluut. Uitstekend. Ik zet 2000 piek in. Wat kies jij, Robbie? Kop! Jij hebt al twee keer verloren, dus ik zeg munt. Nee! Wat schuift het?